Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario Kart 8 Deluxe, de 150cc Goldrun. We gaan weer een nieuwe wave spelen, wave 5 is namelijk uit en we hebben 3 nieuwe karakters gekregen. Wat betekent dat we dus ook nog 2 laatste karakters gaan krijgen in de allerlaatste pack. Daarbij hoop ik eerlijk gezegd dat Funky Kong in het ding komt, die past hier precies, want... Oh nee, die past niet precies, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat Funky Kong erin komt, dat lijkt me wel vet. Volgens mij zit Diddy Kong er ook niet in, of wel? Nee, Diddy en Funky Kong lijkt me een goede toevoeging voor Mario Kart. Dus laten we hopen dat zoiets erin gaat komen. Verder hebben we Kamek, Wiggler en Petey Piranha. We gaan met Kamek spelen vandaag. Want dat lijkt me gewoon grappig. We hebben nieuwe banen gekregen en... de nieuwe banen zijn de Feather Cup en de Cherry Cup. Toch? Ja, de Cherry Cup. Laten we vandaag beginnen met de Feather Cup. We doen Athens Dash. Die heb ik nog nooit gespeeld. Want ik heb wel, zoals jullie weten, Mario Kart Tour gespeeld. Maar niet echt nog tot en met nu, zeg maar. Die Athens is vooral een hele nieuwe. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die in elkaar zit. We moeten zo. Oh, we moeten hier toe, Guillaume. Dat is nog gelukt. Wow, ik vind het qua aesthetics er zeer goed uitzien. Ik hoop dat hij ook lekker speelt. Vooralsnog prima. Trappetjes op. Oeh, hier gaan we opeens een bocht om. Dat was, had ik even niet zien aankomen. Oeh, scherp een bocht. Daar hou ik altijd van. Lekker driften. Blaming the drift. Oké. Okay. Weer van die vet, coole, hoe heet die dingen? Vleermuisjes, de Mario vleermuisjes. Oh, dit was een ronde. Ik ben benieuwd of dus de Mario... Ja, het is meteen al wat ik wou zeggen, dat is al zo. Dat de Mario Kart Tour banen zich altijd, zeg maar, veranderen. In elke ronde. En dat is dus deze keer weer zo. Sorry voor mijn gesnotten. Kans om het even gebruiken. Gebeuren bedoel ik. Oeh, wat gaat hier nou weer gebeuren? We staan derde. Dat is geen goed teken, boys and girls. Oh, we moeten hier niet naar links. Oh, dat ging niet goed. Oh, hier een klein gangetje maar door. Oké, okay. Ik zal jullie alvast vertellen dat ik dit een erg interessante en leuke baan vind. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ja, erg leuk, erg leuk. Zo, kijk uit voor de pilaren die daar opeens staan. Typisch Athene, dat er opeens pilaren staan. Oh, we hebben ook opeens van die ballen die we moeten ontwijken. Dit is echt een leuke baan. Ik ben erg positief verrast over deze baan. Oh jee. Dit is zeer jammer. Oh, als iemand die speed er hier achter me pakken, ben ik nog genaaid. Maar ik heb hem gehaald, dus dat is mooi. Oeh, en nog een blauwe schild ook. Maar ik ben eerste gefinished, dus dat is heel mooi. Welke baan krijgen we nu? Is dit deze cruiser al? Ja, het is deze screws. Ik ben zeer benieuwd hoe deze gerevamped is. Oeh, het ziet er wel mooi uit in ieder geval. Vooral mijn zusje is blij dat deze erin is gekomen. Dat heeft ze al een paar keer gezegd van... Hé, je kan nu links en rechts. What the fuck? Dat kon eerst niet. En ik drukte het verkeerde knopje. Kut, sorry. Dat kon eerst niet. Dit geeft me wel echt oldschool vibes. Zullen we naar beneden gaan? Ja, laten we naar beneden gaan. Oh, fuck. Ja, hij is leuk geworden. Oh, ik mis hier alleen wel van die boeien die dan naar beneden hangen. Laten we eens linksom gaan. Voor de fun en die je leidt.
was bijna super clean gegaan, helaas. Zag je die snipe? Holy shit. Mijn favoriete baan zit er trouwens nog steeds niet in, onze meisjes. Waar ik het elke aflevering over heb, is dat ik Mario Colosseum graag terug wil. Maar het is me nog steeds niet gegund, helaas. Nice. Nice, het gaat me gewoon weer lukken om eerste te worden. Nice. Toppie. Dat is zeer goed. Oh, Lakitu zit al in deze game, what the fuck? Ik dacht dat Lakitu nog niet in deze game zat. Heel ziek. Moonview Highway. Deze kan ik me niet zo goed meer herinneren. Dit is een Wii-baan, maar ik kan me niet zo goed meer herinneren. Ik hou nooit zoveel van dit soort banen, zeg maar, dat er autootjes op de weg rijden. Zeker niet als er van die bommen tussen zitten. Ah, nu herinner ik hem wel weer een beetje. Oh, ja. Nu is het eigenlijk wel duidelijk dat het is. Ja, ik ben nooit zo fan van dit soort banen. Dat was een hele goede bocht. Ah, dit is zeer jammer. Ik ben benieuwd welke de laatste characters zijn die in december de laatste wave gekomen. Als december de laatste wave wordt, misschien komt hij wel. Misschien komt hij wel eerder. Maar volgens mij wel hadden ze gezegd december, toch of niet? Weet ik eigenlijk niet. Misschien komt hij wel in september. Dat zou mooi zijn, dat is dan de laatste wave zou komen. Nou, dat gaat zeer goed. Top! Nou, deze was clean. Kijk ook hoe dik ik eerste ben geworden, holy shit. Deze ging zeer goed. Nou. Laatste race. Oh ja, dit is die gloednieuwe baan. Die voor het eerste keer in deze game is gekomen. De Squeaky Clean Sprint. Ik ben zeer benieuwd. Oh, weer de verkeerde knop. Dom. De badkamerbaan. Kabooming. What the fuck? Oh, er zat een ring in, dat is cute. Ah, dat was niet de bedoeling, kut, sorry.
Zo. Dat is best een lange baan. Kut. Nou, gelukkig is het een lange baan, dus het is niet zo heel erg dat ik nu een beetje achterloop. Om alle tijd om iedereen in te halen. Oh, je kan ook nog boven langs, zie ik. Oké, interessant voor de volgende keer. Badballen zag ik ook. Erg grappig gedaan. Ik ben zeer content over deze baan. Ik vind hem erg leuk. Ah, tuurlijk komt er een blauw schildje als ik eerste sta. Dat was het blauw schildje toen ik niet eerste stond. Eerste. Ja. 3 sterke booming. Ik ben zeer content. Ik ben erg tevreden. Beter dan dit kan je eigenlijk ook gewoon niet spelen. Lekker Milaning. Hoppatee. We hebben de Fedder Cup gewoon geowned. Met 3 sterren. Lekker hoor, boys en girls. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Ik zie jullie heel graag bij de volgende aflevering. Dan gaan we de Cherry Cup doen. Adios, amigos.